Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Twee nieuwe vrijgezellen begonnen hun date heel creatief. Ik heb een kaart voor je gemaakt. Hallo lieve jij. Dit avontuur gaan we samen aan. Slechter zullen we er zeker niet van uitkomen, toch? Weet je dat we nog helemaal niet hebben voorgesteld? Hoe heet je? Ik heet René. René? Ja. Nou, ik ben Melissa Jane. Melissa Jane. Ja. Maar je mag ook gewoon Melissa zeggen. De Clifford Jane. Mag ook. Het avontuur van Michel en Aletta ging er letterlijk onderuit. Ik verzwik mijn voet. Oh, ik word helemaal misselijk van. Ja, ik heb echt veel pijn. Misschien moet ik heel even liggen of zo. Ach ja, het kan niet iedere keer raak zijn. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Het leegstaande appartement van Michel en Aletta opent vandaag haar deuren voor twee nieuwe potentiële lovers. De 28-jarige sales assistant Brittany komt vol goede moed uit Almere en weet precies waarom ze nu alweer 6 jaar single is. Ik denk dat ik de ware nog niet heb gevonden, omdat ik sowieso echt wel heel kieskeurig ben. Als er een man naar me toe komt, dan 9 van de 10 keer zeg ik echt nee, sorry, geen interesse. Of ik ben getrouwd, of ik heb een vriend, of weet ik het. Maar ik sta er wel voor open, ook omdat ik al zo lang single ben. En dat je denkt, nou, ik heb toch ideeën voor de toekomst. Ik zou graag kindjes willen. Ik heb eigenlijk sinds kleins af aan altijd al een familie voor me gezien. Dus altijd al een enorme kinderwens gehad. En vrienden schrikken wel eens, of tenminste, die schrokken in het begin. Nu weten ze het wel, maar dat ik altijd heb gezegd, ja, ik wil gewoon een groot gezin. Ik zou het liefst echt wel 4 kinderen willen. Mijn celebrity crush is eigenlijk Dave Roefink. Ja, dat roep ik echt al jaren. Ik heb altijd als ik erover nadenk van, ja, wie is nou qua uiterlijk echt mijn type? Dan is hij dat gewoon. Er zijn ook wel eens vriendinnen om me heen die zeggen, nou, misschien moet je dan iemand bij wie het wel klikt op innerlijk gebied, maar dat je misschien met uiterlijk dat het iets minder is. En toen zat ik laatst ook met mijn ouders aan tafel. Toen zei ik, ja, maar even serieus. Toen zei mijn vader, ja, maar je moet toch gewoon kleding van zijn lijf willen trekken? Ik zeg, nou, eigenlijk wel, ja. Jasper heeft zijn kleding nu nog aan, maar wie weet hoe lang dat nog duurt. Hij is 27 jaar oud en nu alweer zo'n 1,5 jaar vrijgezel. Wat mij niet lukt, is om echt een leuke vriendin te vinden dat echt een blijvertje is. Dat ik echt zeg van, ja, dit is echt een topper. Ik heb wel vaak genoeg gedate of dingen gedaan met uitgaan of weet ik veel. Maar de echte blijvertjes, die mis ik. Iemand die eigenlijk altijd voor je klaarstaat. Ja, die echt om je geeft. En uiteindelijk wel dus ook in de hoofd heb van wel uiteindelijk kinderen. Uiteindelijk echt het totaalplaatje daarvoor gaan. Het liefst natuurlijk een jongen en een meisje. Maar natuurlijk ook een jongen. Want ik moet wel moet ook naar de voetbal kunnen natuurlijk. Hallo. Hi. Hallo. Ja, ik had je graag drie zoenen gegeven. Ja, precies. Maar, zit er niet in, wordt een beetje lastig. Nee, ik heb wel een kaartje. Dus om toch een beetje wat persoonlijkheid te geven. Nou, leuk. Ja. Leuk. Ja, ik ga mijn cadeautje zo voor je pakken. Helemaal goed. Ik had ook een wijntje ingeschonken. Ik weet niet. Nee, ja, ik lust wel een borreltje, wijntje alleen niet. Maar Nou, kijken we zo wel even. Ja, precies. Hé, hey, ja, daar zijn we dan. Het avontuur gaat nu toch echt beginnen. Ik heb best wel vaak na zitten denken over wie je bent en wat voor iemand ik gekoppeld ben. Mm-hmm. Ik ben al 6 jaar single, maar random daten is gewoon niet echt mijn ding. Plus best kieskeurig. Ik ben erg benieuwd wat deze dagen of dag ons zullen brengen. Het is in ieder geval voor ons beiden een spannend avontuur. Proost op ons, Brittany. Leuk? Yes. Ja, leuk. Waar kom je vandaan eigenlijk? Ik woon in Almere. Almere? Oh. Ja. Jij? Hoofddorp. Oké. En waar kom je oorspronkelijk vandaan? Amsterdam. Kijk, ja. Er is maar 1 stad, toch? Ja, daarom. Ja. Dus mijn hele familie is Amsterdams. Dus, En woon je op jezelf eigenlijk? Nee, ik woon nu nog even thuis, want ik wil heel graag sparen, omdat ik een eigen zaak wil openen. Wat wil je gaan doen? Een eigen kroeg of een eigen lunchroom. Want ik werk nu als assistent filiaalmanager bij McDonald's. Mm-hmm. Maar je moet altijd naar iemand zijn voeten kijken, want er is bij McDonald's altijd iemand hoger dan jou. Altijd. Ja. En daarom wil ik gewoon nu goed sparen.
En dat ik uiteindelijk echt iets voor mezelf kan beginnen wat een succes gaat worden. Dat wil ik heel graag. Ja, ja. Dus daar werk ik nu een beetje naartoe. Heb je nog tot die muur? Soms wel, als ik veel pijn heb wel. Hoezo veel pijn? Wat mee? Nee, ik heb best wel het een en ander meegemaakt. En daar heb ik rugklachten aan overgehouden. Wat? Ik heb een stroomdraad in mijn ruggengraat. Een stroomdraad? En een batterij in mijn bil. En dan moet ik me elke dag opladen. En wat doet dat dan? Voor de pijn. Hoe is dat bij jou ontstaan dan? Zie je nu klem of... Ik heb ook een hernia gehad. Maar dat is ook daardoor, of niet? Dat is daardoor, niet? Nee. Dat is iets anders. Dat is wat anders. Oké. Okay. Huiselijk geweld. Mm-hmm. Hè? Zoiets. Ja, zoiets van. Dat zie ik toch aan je gezicht. Dat zie ik toch aan je gezicht. Waarom maakt dat zo'n raar geluid? Maar jij nou een batterij in jouw kont of kontbel? Ja. Maar jij hebt een kastje bij je. Weet je een soort bluetooth-verbinding of moet ik dat aansluiten? Nee, was het maar waar met bluetooth. Dat zou wel makkelijk zou zijn inderdaad. Ja. Ja, je gaat het straks toch zien, dus ik kan het net zo goed laten zien. Ja. Nou, dit hou ik dan tegen die batterijen, want die batterij zit hier. Maar die kun je gewoon onder jouw onderbroek duwen, dan blijft hij zitten, of niet? Ik duw hem meestal in mijn broek, want dan hoef ik hem niet vast te houden. Zo. Nou, er staat er, goedenavond, MJ. Nou, dan doe ik hem ontgrendelen, geloof ik. Nou, dan kan je hem verder drukken. Opladen wordt gecontroleerd. Ja. Defect staat er. Hè? Defect. Nou, dat heb er nog nooit gestaan, dus dat kan niet. Nee, schapje. Mm-hmm. Jasper en Brittany hebben meteen al een klik. Niet op uiterlijk of interesses, maar puur op kengetal. Hun beide hart ligt in 020. En dat lijkt voor deze twee al bijna genoeg om voor elkaar te kiezen. Het is Amsterdam eerst en dan volgt de rest vanzelf. Stel, hè, over... vijf jaar. Ja. Waar woon je? Of wat verhuisd? Of een beetje welke omgeving? Hoe zie je je leven voor je over vijf jaar? Nou, rond Amsterdam. Dus dat kan zijn Hoofddorp. Dat kan zijn Nieuw-Vennep. Dat kan zijn Purmerend. Dat kan zijn Almere eventueel. Maar bijvoorbeeld, als het maar in de omgeving... Nee, snap ik. Maar daar heb je het ook mee te maken. Dat als je een beetje uit dezelfde omgeving komt, dezelfde cultuur... dan is het al makkelijker dan dat iemand uit een boerendorp komt. Want als jij echt een stadsmens bent en iemand komt uit Twente of weet ik veel waar vandaan... een hele andere... Versta je iemand ook niet? Ook dat. Moeilijk te verstaan. Wat zeg je allemaal, joh? Ga je nog irriteren aan het accent straks ook? Ja. Maar nee, dat je, dacht, ja. Dat dacht ik op een gegeven moment. Oh nee, en dan kom ik hier straks met een Rotterdammer. Ja. Ja. Echt, die vind ik hem die trap af. Ja, maar echt. Dan moet je rot op. Ja. Nee, dat gaat er niet worden. Moet er geen kakkelak? Nee. Wat voor muziek hou je? Ik ben hier ook een man van teksten. Ik ben heel gevoelig. Romantisch. Teksten zeggen, dat vind ik heel leuk. Als ze het nummer mooi zingen, dan... Ja, soms, ik ken de cover. En dat is... You needed me. You give me strength. Just you give me what? You give me strength to live. You give me kracht, strength. Ja. You give me strength to live my life alone. En dan, ja, well, you needed me. En in ieder geval, dat is een hele mooie tekst. You give me strength when I was lost. You give my home when I was empty. You turn my life and back to truth again. You even called my name. Ja, maar dat is een hele goede tekst. Maar je bent op zoek echt naar... Ik wil wel graag een gezinnetje uiteindelijk natuurlijk. Ja. Maar je zou uiteindelijk natuurlijk ook trouwen? Nee, trouwen wil ik alleen als ik geld heb. Oké. Okay. Omdat als ik ga trouwen, moet het perfect zijn. Dan moet Tino zingen. Als ik ga trouwen, gebeurt het goed. Gewoon goed, ja. Dat is echt een droomhuwelijk. Ja. En hoeveel kindjes zou je willen? 2 of 3. Sowieso wil ik wel een jongen. Want ik wil wel naar de voetbal kunnen. En de zijlijn? Ja. Maar wat nou als hij het niet leuk vindt? Zegt hij, ja, pa, ik vind het helemaal niet leuk, dat voetbal. Ja. Zo.
Ik zie je echt kijken, ja, nou. Ja, dan... ja, dan zou ik eerst zeggen, nou, probeer het voetbal nou eens. Dan maar gewoon even. Zo ging het bij mij ook. Ik had ook geen keuze, ik moest gewoon voetballen. Maar wat zou jij willen dan? Ook een... hoeveel kinderen uiteindelijk en... Ja, ik zou het liefst 4 kinderen willen. En het liefst ergens een boerderijtje. En lekker diertjes buiten. Ik zei het ook tegen mijn ouders. Ik zie al helemaal van die blonde koters rondrennen. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, ja, alleen ik heb wel altijd de kans. Ik zei dat ook altijd. Als ik met een blonde vrouw zou eindigen, dat ik rode kinderen misschien krijg. Verven. Wat daten in lang leven de liefde extra leuk maakt, is dat je als vrijgezel weer gewoon eens met iemand anders kunt rommelen in de keuken. In plaats van eenzaam happen uit de pan of magnetron. Oké, taste it. Lekker hoor. Ja hè? Ja. Wil je komen trouwen? Ja! Ik zou even in mijn agenda kijken. Maar doe ik dit er gewoon erop leggen of op een pannetje? Dat kan je er gewoon op leggen. Je hebt toch zeker wel vaker gegourmet? Nee. Echt niet? Ik heb een Chinees. Ik kon zo maar zeggen 20 meter vanaf de Chinees. Dat is echt heel fout, hè? Of lekker uit eten. Dat is wel leuk, ja. Leuk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ben je wel iemand dat als je normaal iemand leuk vindt, dat je snel affectie toont? Dus een arm of een... Ik laat het wel merken op mijn manier. Ik zou het niet zo snel zeggen, maar ik laat het wel merken. Maar ik ben geen type die hand in hand gaat lopen. Mijn ouders doen het wel altijd. Vind ik zo schattig. Ik ben ook niet clever anderen bij zijn. Daar hou ik helemaal niet van. Wat was je eerste indruk eigenlijk? De eerste indruk was positief. Ik dacht, ja, gelukkig. Ik zag meteen wel wat voor type je was. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ik denk op zich ook wel dat je binnen een paar seconden wel denkt, oké, dat kan wel of niet. Ja. Als het echt niks was, dan weet je dat denk ik ook wel snel. Als het ook gewoon gezellig is en gezellig blijft, sta ik sowieso open voor een tweede dag. Mm-hmm. Ja. Jasper en Brittany hebben in korte tijd al heel wat overeenkomsten ontdekt. Amsterdam is voor beide het centrum van de wereld. Een gezinnetje het ultieme geluk. En voor de rest passen ze ook wel leuk bij elkaar. Dus Brittany zoekt vol vertrouwen contact met haar zus. Dag, moet natuurlijk wel eventjes bellen, hè? Ja, natuurlijk. Vertel, hoe is het? Is het leuk? Ik moet zeggen dat ik positief verrast was. Dat ik eigenlijk niet verwacht. Ja. Nee? Ja, echt... ja, maar hij is ook echt super spontaan en hij babbelt makkelijk. We hebben echt alleen maar uren gekletst. Wat leuk. Ja, hij is lang. Hij is 1,94. Oh, hey. Ja, maar positief verrast eigenlijk. En hoe doet hij naar jou toe? Heb je wel het idee van, ik denk wel ook wel dat ik zo'n type zou kunnen zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Nee. Ja, zit. Ik zit nu buiten. Hij schenkt een wijntje voor me in. Dat is service. Oh, kijk. Thanks. Ja. Wat leuk zeg. Echt ontzettend leuk. Ik ben blij ook dat je gewoon zo positief verrast bent erdoor, weet je? Want je hebt toch zoiets van, je weet gewoon niet wat je moet verwachten. En ja, morgenmiddag met Jan gaan beslissen of je gaat verlengen. Ja, ik denk het wel. Ja, denk je het wel? Ja? Ja, denk het wel. René en Melissa zitten ook in een lekkere flow. Het gourmetten was gezellig en de afwas is gezamenlijk in de vaatwasser gezet. Voor René genoeg reden om zich van zijn meest filosofische kant te laten zien. Ik ben geen denker. Ik loop nergens mee. Maar als ik als kerst tegenaan loop, dan vraag ik het of ik zeg dat gelijk. Ja, maar dat is natuurlijk alleen maar goed. Ik voel het. En klaar. Ik hoor niet denken van, of ze zeggen redelijk of zal er wat zijn. Het is alleen maar fijn wanneer je dingen gewoon heel duidelijk aanvoelt. Want dan hoef je er eigenlijk ook niet naar te vragen. Want wat je zelf al zegt, je gevoel klopt vaak. Intuïtie, vanuit het gevoel, is altijd goed. En als het niet goed is, dan zijn het de gedachten. Ja. Of je moet verliefd zijn, dan ben je ook blind. Gaat dat makkelijk bij jou? Wat? Verliefd worden? Ja, zo lang geleden. Is daar heel veel voor nodig, bijvoorbeeld? Nee. Ik kan best wel...
Je zegt, nou, ik ben natuurlijk wel ouder. En nou let ook op andere dingen natuurlijk. Hè? Omdat jij bent allemaal een beetje beschadigd, toch? Ja. Je kan weer niet blindelings laten gaan meer. Omdat dat is... Jij bent ook... liefde op wezen geloof ik wel in. Leuk. Ik vind jou heel leuk. Je bent knap. Ik vind jou een leuk type. Dus dat is toch, stel ik me wel meer open. Dus alleen, nou ben ik gewoon... Nou doet het rustig weer aan. Kijk, en dan kennen ze wel... Ben je hard gekwetst? Ja. Ja. Natuurlijk. Maar dat is ook... Kijk, als je jezelf niet verandert... Dus ook al voor de 80... Dan zullen tegen dezelfde problemen dan lopen. Ja. Ja. Wil je graag verwend worden in een relatie? Nou ja, ja. Maar ja, het hoeft niet van één kant te komen natuurlijk. Maar in welke zin? Als ik voor jou kook, zou ik het leuk vinden als jij voor mij het ontbijtje maakt. Ja. Toch? Eerlijk is eerlijk. Dus in dat opzicht... Ik kan niet verwachten dat wij zeker je vriendin jou alleen maar masseert, maar dat je het nooit teruggeeft. Ja. Ja, klopt. Dus ik hou er wel van. Mop, ik ben echt moe. Oh. Ja. Ik denk ook dat als een vrouw liever een boek leest of iets, dat ze niet bij mij past. Weet je wel? Of een saai type, bij wijze van spreken. Nou, ik lees ook boeken. Nee, maar ik bedoel liever in bed een boek lezen, bedoel ik. Gewoon lekker lezen en mij met rust laten. Dat past niet echt bij mij. Ik denk, als je met een type als mij gaat, dat je wel gewoon... Anders kies je wel gewoon een saaie man uit en ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk om dingen samen te doen. En ja, als je elkaar leuk vindt, dan kan je ook niet van elkaar afblijven, denk ik toch. Ja, oké, okay, denk, ja, als het nu al niet gebeurt, laat staan over 10 jaar. Ja. Dan denk ik, ja. Ja. Laat zitten. Ga ik hem lekker omdraaien. Ja, wel wees er. Slaap lekker. René. Huh? Kan je alsjeblieft even op je zij liggen? Huh? Kan je alsjeblieft op je zij gaan liggen? Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al een beetje geslapen? Ja, volgens mij wel. Over 12 werd ik wakker van jouw gesnurk. En vanaf dat moment... Nou, dan lijkt me... Ja, oké, okay, ik zeg net dat het niet waar is. En soms dan lig ik en merk het, hè. Dan voel ik me... Dan is ik er wakker. Ja, maar dat is dan niet het enige geluidje wat je hebt gemaakt? Nee, maar soms hoor ik dat zelf. Dan hoor ik dat niet, dan lig ik echt goed slapen. Dan hoor ik dat niet, hè. Maar ik heb in al die jaren dat nooit gehoord. Neem Melissa het risico dat dit een eenmalige snurkactie was... en zijn er voor de rest genoeg leuke dingen aan René... om nog eens 24 uur samen te blijven? Genoeg om over na te denken. Terwijl de buren nu al moeten beslissen. Ik heb het wel echt naar mijn zin met je. Ik vind je een hele knappe vrouw. Ik heb eigenlijk geen negatieve dingen. Ik kan me best snel irriteren. Ik irriteer me totaal niet. Ja, ik vind tot nu toe vind ik eigenlijk alles gewoon gezellig, leuk. Dus ik wil nog wel een tweede dag, in ieder geval. Ja, ik wil eigenlijk ook graag sowieso verlengen met nog een dag. Ik vind het super gezellig. Dus dat vind ik al heel belangrijk. Ik kwam binnen en ik dacht... Oké, dat is heel leuk en leuk kletsen. Maar ik wil wel nu er ook achter komen of we wel samen ook... Ja. Ergens heen willen. Qua levensfase. En ja, ook interesses. Want we kunnen het heel gezellig en leuk hebben. En dat weten we nu al. Ja. Maar ik wil wel even zien of daar meer in zit. En ik ben ook iemand die dus best wel emotioneel en gevoelig is. Ja. En ik hoop dat eigenlijk een beetje bij jou ook eruit te trekken. Ja. Want ik vind ontwikkeling en self-employing wel heel belangrijk. Ja. En het is heel leuk dat je nuchter bent. Ja. En dat je soms, ik denk, ook een beetje een bottenboer kan zijn. Ja. Maar ik heb ook wel een wat diepere kant, ja, nodig. Nee, snap ik wel. Dus
Zo. Dus ze gaan door, maar Jasper moet wel iets meer laten zien dan dat knappe koppie en zijn Amsterdamse bravoure. Buurman René lijkt zich vooral te focussen op het compenseren van zijn snurkpartij. Kijk, dan dat rest is tientjes, anders valt dat weg, hè? Ja, goed idee. Niets lekkerder dan lekker snoepen uit je eigen moestuin. Maar ja, willen deze twee wel lang genoeg met elkaar door om straks te kunnen oogsten? Hoe sta je er verder in? Ik sta er nog hetzelfde in. Het uiterlijk is goed, vind ik. Maar innerlijk... Ja, ik ben een pittige tante. Kan je daarmee omgaan? Ik kan daar wel mee omgaan. Maar ik kan sommige dingen heel moeilijk loslaten. Ja. Ik ben een controlefreak. Ja. Ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik echt vrouw ben. En ik denk wel dat jij dat zou kunnen geven. Want je bent wel een echte man. En tuurlijk, je hebt een hele lieve kant en je bent heel buigzaam. Weet je wel, je bent bereid te leren. Je hebt geduld. En je hebt wel een beetje het figuur van een bodybuilder, zeg maar. Daar zou ik normaal voorbij rennen. Ik zou dan al niet eens de moeite nemen om naar het innerlijk te kijken. Terwijl dat ik moet naar je innerlijk kijken. Ja. Omdat ik dat aantrekkelijker vind. Voor een vrouw, voor mijn geliefde of whatever, voor kinderen, zal ik alles voor doen. Dan doe ik vuur. Ik vang een kogel op. Ik geef mijn leven voor mijn dierbaren. Ja. Ik wil een beetje dat... volgzaam, dat klinkt gelijk weer zo slaafs. Maar gewoon wel echt het gevoel hebben dat ik een vrouw ben. Ja. Maar dat gedeelte, wat je nou opnoemt... Dat wil jij. Ja. En daar zit nou nog een hele dikke muur omheen. Ja, klopt. Jij kent dat. Maar dat komt door hetgeen wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja, als het dus reden. Natuurlijk heb ik een gigantische muur. En die muur die moet afbrokkelen. Maar alles dat gaat niet zo 1, 2, 3. Nee. Maar dat is ook het deel waar bij jezelf zit. Eigenlijk moet je ook soms zeggen openstaan voor iets. En ik heb best wel controle. Ik geef niet steeds uit de handen. Die dikke muur, steen voor steentje. Maar ik moet er wel open voor staan. Kijk, en dan sta je pas open wanneer de man komt. Waar ik denk van, nou, daar kan ik meneer wel openstellen. Maar dat betekent dus dat we beide wel gaan verlengen. Vind je leuk? Dus ja, ik wil zeker er nog wel in blijven, ja. Ja, ik wil ook verlengen. Maandag in Lang Leven de Liefde. René is van het snurken en het zagen. Wat je nou toe bent, is niet handig, hè? Ja, ik kan dan zeggen, het René even zagen. Dan kan ik hem zagen. Het is niet de eerste keer dat ik zaag. Zag er wel eruit.